Hallo allemaal, mijn naam is Dennis en dit is weer een coronacrisis video. In deze aflevering weer een nieuwe investeringsspelregel. En de investeringsspelregel voor deze aflevering is: investeer niet blind in een aandeel. Nou, wat wordt daarmee bedoeld? Op YouTube zijn heel veel filmpjes te vinden waar de zogenaamde experts een aandeelreview doen en er heel tevreden mee zijn. Ik doe dat ook. Ik heb ook een aantal video's gemaakt waar ik aandelenfonds heb onderzocht en de successen daarvan laat zien. Maar je moet niet blind daarin gaan investeren. Je moet zelf je onderzoek doen. En in de praktijk heeft men een aantal situaties gezien waar je daarmee echt van een koude kermis thuis komt. Weten jullie nog van World Online? Of kennen jullie het GameStop verhaal? Daar moet je zo mee uitkijken. Want dan ga je mee in de verhaaltjes en media nieuws en daarna stort het hele zootje in elkaar. Je moet echt je tijd nemen om grondig te onderzoeken waarom je wilt investeren in een bepaald aandelenfonds. He, dat je kijkt dus naar de cashflow, naar de balans, naar het verleden en de innovaties waar men mee bezig is. Dat is zeker in deze tijd heel erg belangrijk. En vooral ook nu, waar er heel veel innovaties plaatsvinden die hele industrieën kunnen verstoren. Dat is vooral belangrijk. Je moet niet denken dat een bepaald aandelenfonds het eeuwige leven heeft. Je moet goed kijken van hun productenpakket, wanneer houdt dat op? Want dat gaat de aandelenkoers op zeker beïnvloeden. Dus nogmaals, beleg niet zomaar blind in een aandeel. Doe grondig onderzoek. En dat onderzoek gaat je tijd kosten. Helaas betekent veel lezen, veel kijken. En daar zul je alleen maar profijt van hebben. Want doordat je je studie doet, raak je er ook bekwaam in. Raak je bekwaam in de business. En ook nog een klein tipje hieraan vast. Investeer dus in technologieën of businesses waar je verstand van hebt. Wat je van je eigen werkzaamheden hebt meegekregen, dan heb je ook al 50% gewonnen. Ik wens jullie veel wijsheid en gezondheid toe en ik zie jullie in de volgende aflevering. Doei doei!